niet heel veel beauty dingen in mijn tas, maar wat ik wel altijd heb is handcreme. Deze van de H&M Conscious Line. Wat ik ook altijd in mijn tas heb en heb ik altijd meerdere van, lipbalsem. Wat ik toevallig nu in mijn tas heb is een muntje. En dat deed me denken aan dat mijn vader altijd vroeger kettingjes maakte van deze muntjes. Wat ik nog meer heb is nagellak, omdat ik toevallig mijn nagels net heb gelakt en eigenlijk nog een tweede laag op moet doen. Nou ja, mijn portemonnee. Wat ik altijd bij me heb, is natuurlijk mijn zonnebril. En dit is echt mijn lievelings op dit moment. Daarnaast natuurlijk mijn portemonneetje, een lipglossje of een beetje kleur. En dit is echt mijn holy grail. Dit doe je een beetje onder je ogen en dan zie je er gewoon weer frisser uit. In mijn eenie mini tasje heb ik mijn mobiele telefoon uiteraard. Mijn bril, anders zie ik niet zoveel. Mijn nagellak, een balsem voor de droge lippen. Mijn identifier, je weet maar nooit wat je vindt online om te shoppen. En mijn favoriete lippenstift van Dior. Eigenlijk gebruik ik geen portemonnee, dus ik heb al mijn pasjes los. En al mijn geld. Wat ik altijd bij me heb zijn mijn agenda en mijn opschrijfboekje, een Chanel luchtje. Natuurlijk mijn mobiel, die altijd een funky hoesje heeft. Mijn haarborstel. Je voelt het panterthema, om daar deze nog even aan toe te voegen. Nooit zonder nagelvelpad ook. Een portemonneetje. Een highlightertje. Een oogpotloodje van Another Stories. Paracetamol. En volgens mij ben ik leeg. Ja. Sorry, ik keek naar jou volgens mij en niet naar jou. En ik praat nu ook door de film heen. Moeten we opnieuw?